bijzonder een avond gaat genieten. Naar de schouwburg in zijn splinternieuwe goed. Zoekt hij zelfs zijn eigen plaats en zegt stralend tot zijn maat: schouw een kwartje in mijn zak, dat doet me goed. Al kost zo'n avond een flinke duit. Kijk, een Hollander, een echte Hollander, maakt toch een kletje van zijn kosten, anders is die niet echt uit. In de Achterhoek, wanneer een man gaat trouwen, inviteert hij alle buren op het feest. En bij Brabants bruidsplezier horen 40 vaten bier, anders is het er niet echt plezant geweest. Dat is allure, van wieg tot graf. Maar een Hollander, een echte Hollander, maakt eerst een kletje van zijn kosten en dan ziet hij er vanaf. Iedereen kent het verhaal van Sint Maarten, die een bedelaar de helft gaf van zijn jas. Met dit stapelgek gebaar toonde hij wel zonneklaar dat hij niet van Hollandse familie was. Wij zijn nou eenmaal een ander ras. Want een Hollander, een echte Hollander, maakt eerst een kletje wat gaat kosten en dan houdt hij zijn hele jas. Geen Chinees bekreunt zich om gezinsbeperking. Een konijn is dan er ook niet zo stil. Alles breidt zich zomaar uit, legt bereidjes en schiet kuit. En ik zwijg nog van KI en kikkerdril. De sterke sekse is niet van steen. Maar een Hollander, een echte Hollander, maakt eerst een kletje wat gaat kosten en dan neemt hij er nog één. Ik heb een arme Turkse vrouw cadeau zien geven. Na een mooie voetbalmatch aan de mid voor. Het was wel niet zijn laatste wijf, want hij had er thuis nog vijf. Maar als breed gewaar kon het er toch mee door. Nou, voor ik Corrie gaf aan eentje van die elf. Want als Hollander, als echte Hollander, reken ik uit wat of ze inbrengt en dan zeg ik hou er zelf. Als de schouwburg 75 jaar oud is, zeggen BMW dat wordt een heel gedoe. Feestje bouwen voor het geheel van het schouwburg personeel, wieners, zanger, knamen en de Beatles toe. Plus nog een musical met 80 man. Maar als Hollanders, als echte Hollanders, rekent men uit wat of het gaat kosten en dan komt alleen Wim Kan. Zo zijn we dan op deze gedenkwaardige avond bijeengekomen in deze oude, mooie, geliefde stadsschouwburg. Dat is de mooiste schouwburg van het hele land. Hier verandert nooit wat. Gekke avond, hè? Dat komt maar één keer in de 75 jaar. Zou u het onthouden? La crème de la scène is vanavond in de zaal, hoor. Ja, in andere theaters zal het een onartistieke rot zou zijn vanavond. Dat gaat niet aan. Dus u moet maar zo rekenen vanavond hoe het ook gaat voor mij te schnabbel. Begrijp u wel? Ken u dat woord? Ja. Ken u dat woord? Toen Guus Oster naar me toe kwam en die zei wie dat doen, heb ik gezegd, nou, op hoop van zegen. Dat heb ik gezegd, hè? Ja. Ik heb gezegd, één avond jongens onder elkaar, dat heb ik gezegd, hoor. En ik zeg, als het niks wordt, dan kan ik 10 jaar omzien in wrok. Hoe ken ik die stukken allemaal uit mijn hoofd, weet u dat? Ja, het ligt allemaal op de grond, dan kun je het dan nagaan. Ja, wat deed je dan? Moet je even kijken. Ja, maar ik kan niet anders, want de souffleurs zitten allemaal in de zaal. Dus ook, hè? Ik maak er gewoon een leuke avond van en de rest kan me helemaal niks meer schelen, niet? Oh, programma's heb ik laatst gekeken, dat was mooi. Zeg maar 75 jaar geleden, weet je niet wat je ziet, hè? Ze speelde toen Nora van Ibsen, zegt u dat wat? Nou, mij niks. Maar goed, zei je. Nou, spelen we andere stukken. Nou, spelen we stukken uit de oudheid die niemand mag zien in de moderne tijd. Een stuk uit zijn smoeshaan mag geen mens zien. Waarom begrijp geen mens? Nou ja, hier wel, maar in Haarlem was verboden. Ik heb het toch gezien in Gorkum, maar daar gaat het nou helemaal niet. Ja. Mooi stuk, hoor. Ik kon me niet begrijpen, ik heb het gezien. Waarom moet dat nou verboden worden? Ik vond het niks slechts. Ik deed me af en toe even denken aan iemand van de NCRV die een lid had aangebracht. We hebben een hele andere tijd en je speelt hele andere dingen.
Ik heb nog meegemaakt, mensen, hè, kniertje op hoofd van zegen, weet u dat nog? Oh, dat was een tijd, kniertje op hoofd van zegen, oh. Dat vergeet ik nooit, hè. Zoals ze dat zei, hè. De vis wordt slecht gesubsidieerd. Ah. Oh, ik vond het allemaal mooi, hè. Dat was prachtig, hè. Nou ja, de meeste mensen weten van niks. Valt u nooit op, de mensen weten van niks, hè. Ik sprak laatst een vriend van mij, die zegt, hij last van Karel May. Ja, van Karel May las hij zo'n mooi boek, dat is Kapitaal. Ja. Ik zeg, man, dat is helemaal niet van Karel May, dat is van Karel Marx. Hij zegt, ik denk al, want er komen er weinig Indianen in voor. Gek, allemaal gek, hè. Als je het allemaal ziet, je kan het niet begrijpen, hè. Je kan het allemaal niet meer volgen. Ik las in die programma's een mooi zinnetje. De dames worden beleefd verzocht tijdens de voorstelling hun hoeden af te zetten. Het is het begin geworden van onze hedendaagse zedenverwildering, dat weet je. Ja, want de dames die deden dat dan niet. En dan konden die mannen niks zien, hè. Want die zalen liepen nog niet zo op als nou die prijzen. Dus je kan van nagaan, niet. En dat was eigenaardig, hè. Daar zitten die dames, die zetten dus die hoeden niet af. Moet ik gauw even vertellen. Die dames, die zetten die hoeden niet af. En dan konden die mannen, dit is 75 jaar geleden, wat ik nou van vertel. Konden die mannen niks zien. Nee, konden niks zien. En die begrijpen wel. Maar dan hadden die mannen wat op bedacht. En dan moet je nagaan hoe link, hè. Die mannen altijd geweest. Die hadden een klein stoofje. Een klein stoofje hadden ze bezig. En dat zetten ze op de stoel. En als ze dan achter zo'n mevrouw kwamen te zitten met die hoed op, konden ze toch zien. En dat noemden ze het zogenaamde voor de hoedmiddel. Dat is interessant. Dat zijn leerzame dingen. Ja. Dat zijn leerzame dingen. Dat is allemaal leerzaam. Zo'n avond is leerzaam, hè. Mensen denken altijd zo gauw, cabaret is flauwekul. Wie aantekeningen wil maken, kan het rustig doen, hoor. Ah, was een mooie tijd, mensen. 75 jaar geleden hier allemaal, hè. Daar zaten die douanières. Die zaten hier met de face à main in de loge, hè. Douanières, ja. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar dat is, ja, net niet meer, hoor. Maar hier, die loge staat, al die douanières met die face à main. Dat was de tijd van de Franse woorden. En nou zou je gewoon zeggen, een mokkel met een monokkel. Ja. Is er iemand in de zaal die de opening van deze schouwburg nog heeft meegemaakt? Nee. Iemand die de vorige heeft aangestoken. Nou ja, dat is allemaal onzin, hè. Ik zeg wel eens, hè, de opera, dat merk je zo'n avond ook. De opera lacht heel anders dan het toneel, dat is waar, hoor. Of kun je dat niet horen? Ja, dat spreekt vanzelf. Dus de opera lacht heel anders dan het toneel, of kun je niet merken? De opera vind ik altijd een beetje zielig. Die hebben nog geen eigen gebouw. De maquette staan op instarten, maar ze hebben nog niks, hoor. Ja, dat is ook wel. En ze spelen de mooie stukken, laat me eerlijk weten. He, die opera speelt mooie stukken, neem me niet kwalijk. Don Giovanni. Goeie uitspraak in het Italiaans, vind je? Don Giovanni. Don Giovanni. Dat was een middeleeuwse Jan Kramer die geen tijd had om het allemaal op te schrijven. Dat was het. Mooi, hè, Stad Schouwburg. Daar verwonder ik me nou wel eens over. Dat die mensen dat uithouden met elkaar, hoor. Dat vind ik mooi, hoor. He, opera, toneel en ballet en allemaal onder één dak. Dat zou je ecumenisch kunnen noemen. Ja, net zoiets als in Ierland, laat ik het zo zeggen. Maar we... Wat daar gebeurde. Zeg, wat daar in dat Ierland gebeurde, begrijp ik helemaal niks meer van. Wat is dat in hemelsnaam? Dat is een soort nieuwe ecumenische manier van katholiek en protestant om elkaar zo snel mogelijk naar de hemel te helpen. En dat alles onder het motto, God is dood en nou de gelovigen nog. Opera, toneel en ballet, allemaal onder één dakje. Een soort pas de deux voor drie personen, dat is het eigenlijk. Ik zeg wel eens, één maîtresse met drie vaste bespelers. Dat is het ook eigenlijk. Ja. Ja. Maar wel een dure mentenee, hoor. Want ze wordt onderhouden door de gemeente. Neem me niet kwalijk, hè. Weliswaar gaan wij daarentegen in Amsterdam een opera bouwen van 24 miljoen. Ik heb gezegd waarom. Ze zeggen op dat de woningzoekers het kunnen uitzingen. Ja, er is altijd wat. Hè. Er is eigenlijk altijd wat. Ik zeg, wat is kritiek is makkelijk, hè. Ik heb oude kritieken gelezen. Nou, dan wist je ook niet wat je las, hoor. Van een stuk, ik weet niet eens meer wat het was. De decors waren mooi, maar de acteurs gingen er telkens voor staan. Zo goed. Ja. Ik zeg altijd, een goede pers, daar moet je over kunnen lopen.
Ja, het is allemaal eigenlijk hetzelfde. Als je het allemaal daar gaat, dan denk ik wel eens... Zo'n stad Schouwburg, als ik het nou zie, dan denk ik... Hier hebben koningen en keizers in de loges gezeten, hoor. En Heinemann, de president van de Bondsrepubliek... Dat is een van de weinige Duitsers zonder oorlogsverleden. Zegt men. Ja, ik kan me niet begrijpen. Ik zeg altijd 12 jaar bij een koekenbakker... en nooit 1 taartje gevreten. Dat wilde bij mij ook niet, hoor. Juist zo'n avond, als je het hier zo ziet, dan denk ik altijd, wat is er nou veranderd, hè? Je kunt natuurlijk, ja, kleinigheden, details. Eigenlijk is op aarde nooit wat veranderd, even lang achter elkaar. Het enige wat er ooit op aarde is veranderd, is dat er 2 kerels op de maan hebben gelopen. Verder niet. Dat is het enige wat er veranderd is, hè? Er is er nooit wat veranderd, mensen, het is er zo. Hebben ze nog gezien, dat was mooi, hè? Die foto's vanaf de maan, de aarde, dat vond ik mooi. Eindelijk de mens op ware grootte. Dat vond ik mooi, je kon Nederland duidelijk zien liggen. Was een indrukwekkend moment. Ik zeg tegen mijn vrouw, kijk eens, dat niet Nederland, maar dat was Noord- en Zuid-Amerika. Dat was vervelend. Ja. Nou ja, het is geslaagd en daar is iedereen blij van. En nou is het geslaagd. En wat gebeurt er nou? Nou wil iedereen de eer hebben. Hè. Dat is ook altijd. Iedereen wil de eer. Dan krijg je de Fransen die gaan zeggen, ja, het was onze Jules Verne en die heeft het allemaal bedacht. En daar zit wat in. Jules Verne heeft het allemaal bedacht, dat zeggen de Fransen. En de Duitsers zeggen, het is onze Werner von Braun. En de Engelsen zeggen, op ons heeft hij kunnen oefenen. Ja, je weet het ook niet. Ik vond het interessant, heeft mij geweldig gefrappeerd. Hoor. Maar dan zeggen er ook mensen die zeggen, waar dient het allemaal voor? Ja, dat weet je ook niet. Waar dient alles voor? Hè? Dat denk je zo'n avond, denk ik wel eens, waar dient alles voor? Ja, je staat daar met 2 van die dingen daarvoor, niet waar? Je staat je zenuwachtig te maken, maar waar dient het allemaal? Wat dient het allemaal voor? He, zo'n uitzending van die manen, de hele dag door, weet ik veel. Wat dient het allemaal voor? Er waren ook mensen die zeggen, ja, om de overbevolking tegen te gaan. En er zit wat in. 4 zulke uitzendingen in een week en het probleem is opgelost. En dan te bedenken dat die Chinezen nog niet eens weten dat wij op de maan zijn geweest. Dat weten die Chinezen niet. Nee, want die hebben censuur, die mogen dat niet weten. Dat is het juist. Nee, die weten niet eens dat die Mao Tse-tung misschien aan doodgaan is. Dat weet geen mens, dat mag niet allemaal. En ik denk soms wel, misschien zijn de Chinezen ook al op de maan geweest. Dat wij dat niet weten, dat wij censuur hebben en dat wij niet weten dat we censuur hebben. Maar dat is er. Dat zou je bedacht hebben. Dan zeggen de mensen, ja, maar de Chinezen die kunnen niet op de maan komen, we hebben geen raketten. Maar dat is onzin, want als elke Chinees op de andere schouders gaat staan, kennen ze erbij. Weet je wat ik zo'n avond nog wel eens denk? Dan denk ik wel eens, waar blijft de tijd? Ik denk altijd van die aparte dingen. Begrijp je wel? Waar blijft de tijd? Dan denk ik, waar gaat alles gauw? Hè? Dat denk ik wel eens. Wat gaat alles gauw? Hoe vind je dat? Wie denkt dat ook wel eens? Nee, geen mensen. Dat denk ik geen mensen. Nee, geen mensen. Dat denk ik nou weer helemaal alleen. Daar sta ik nou helemaal alleen in die soort dingen. Zal ik eens eerlijk zeggen, ik heb er natuurlijk lang over gedacht wat ik vanavond nou zou aantrekken. Heb ik lang over gedacht, hè. En dat smoking, dat vond ik dan zo vreselijk officieel, begrijp u wel. En dan denk ik, ja, blauw pak, ik weet... Weet u wat ik een ogenblik dacht? Ik dacht, ga helemaal bloot. Ja, dat is de enige manier om een aanmerking te komen voor de cultuurprijs van de stad Amsterdam. Ja, elke stad, dat moeten we accepteren. Elke stad is gewoon beroemd om het een of het ander. Den Haag ook, je komt er zelf uit Den Haag. Den Haag is toch een beroemde stad geworden, daar kan je nog niks aan doen. Den Haag is ook de enige stad in heel Nederland waar Hare Majesteit de Koningin eenmaalsjaars voorleest uit andermans werk. De troonrede, ja! Ja, dat is goed ook. Mooi dat u het weet, dat is mooi. De troonrede, ja, dat is mooi. Leuk dat u het weet, ja. Hebben de troonrede dit jaar nog gezien? Die hofdames waren weg, hè? Ja, iets heb ik toch bereikt. Dan kan je nou zeggen wat je wil. Ja. Ja. Eindelijk is er dan een prins overschot en dan komt er geen prins meer op poot. Dat is ook wat. Nou ja, ik weet het ook niet. Hè. De mensen hebben natuurlijk allemaal aanmerkingen op de koninklijke familie, dit en dat. Weet u wat ik altijd zeg van ons vorstenhuis? Ons vorstenhuis bevalt steeds beter. Ja, het is dus zo.
Nou, het gaat toch helemaal leuk. Weet je wat ik vind? Ik altijd prachtig van die troonrede. Eerst zie je de koningin alleen, hè? En dan in beeld, zo groot in beeld, en dat is mooi. En dan draait die camera en dan zie je de hele regering zitten. Dan zie je de hele regering zitten. Vind je een mooi gezicht? Dan zag je die jong daar zitten, hè? Dat was een mooi gezicht. Klein duimpje luisteren naar zijn eigen sprookje. Waar mooi, meneer. Als ik ooit de leiding zou krijgen van een politieke partij, en daar is kans op, maar... ja, lach maar, als het zover is, lach er niet meer. Ja, ik mag het nou niet zeggen, ik zal het ook niet zeggen, maar er zijn... Nou ja, laat ik zo zeggen, er hangen dingen te gebeuren. Dan lach, ik wil er niet zeggen allemaal precies, maar dat is... Nou ja, goed. Ik heb al te veel gezegd, dus ik wil het niet zeggen. Ik wil het, nee, nou ja, goed. Ik zal het nou niet zeggen, maar... De gaan bepaalt, nou ja. Laat ik nou zo zeggen, Schmelzer gaat weg, op de duur, laat ik het zo zeggen. En dan krijg ik, nou ja, goed, in ieder geval, ik heb nou al te veel gezegd. Maar als ik ooit wat de leiding krijg van een politieke partij, doe ik het ook heel anders. Ik ga commerciële reclame maken, net zoals dat doet de televisie toch ook de hele dag. Doet de radio toch ook de hele dag, net zoals die vent die elke morgen voor achter dat overhemd al kapot zit te trekken. Wat dat voor een vrijer is. Die vent die staat voor achter al te zingen, dan heeft hij het nieuws nog niet eens gehoord. Heb je dat wel eens gehoord? Heb je die man wel eens horen zingen? Die man kan helemaal niet zingen, dat is getoond zitten, benauwdheid. Die man kan niet zingen, heb je nooit gehoord hoe die man zingt? Zo zingt die man, ja, ik weet het ook niet. Overhemdje. Loop ze dicht. Ik denk altijd, nee, niet dicht, want je stikt nou wel, denk ik altijd. Loop ze dicht. Daar scheurt weer zo goedkoop een hemd van een onbekend merk. Dat is natuurlijk je rijtse onzin. Je hebt allemaal wel eens goedkoop overhemd aan, maar dat gaat niet kapot. Ja, als je gaat trekken van boven vasthoudt, ja. En direct na het nieuws, dan trekt hij er nog een aan Vlaarden. Nou, dat is geen ongelukje meer, dat is opzet, dat is opzet. Dat is een afwijking van die man, dat kan niet anders. Dat is een afwijking, dat is een chemische psychopaat. Dat is die man, hoor. Ze loeren op hem, als ze hem hebben, dan hoor je hem niet meer. Ik denk dat ze hem al hebben, want ik hoor hem niet meer, hoor. Dat is niet alleen reclame, die reclame vind ik niks. Weet u wat ik ook vind? Dat zijn bijvoorbeeld in die radio, zijn luistervinken, zijn erbij, hè. Luistervinken, ja, ik weet het niet. Kom. Moet je eens opletten, bijvoorbeeld twee mensen in de radio. Moet je eens opletten, dan valt je op. Twee mensen in de radio hebben een dialoog, zal ik maar zeggen. Hè? Nou ja, dat hebben twee mensen toch wel eens. Essentiële van twee mensen, of ze doen geen bek open, of ze hebben dialoog. Twee mensen voor de radio, die hebben dan een dialoog. En die kan je dan niet zien. En dan komt er ineens een derde of zoiets. En waar die vent vandaan is gekomen, dat wordt nooit helemaal duidelijk. Die heeft in de kast gezeten of zoiets of zo. Zeg maar, aspirine, hè. Eerst hoor je een mevrouw, aspirine, die zingt 6 keer achter elkaar van er is maar één aspirine. Heel opgewekt met vol orkest, er is maar één aspirine. En de mens is blij, zingt mooi, leuk mens. Kan niet anders zeggen, hoor. Mooie stem. Maar er is maar één aspirine, er is maar één aspirine. Ik denk, mensen, dan moet je je voorraden laten bijvullen. Dat is onzin. Ja. Is dat zo? Ja. In elk geval, dan heeft ze dat gezongen en dan komt die mevrouw die niet lekker is, weet je wel? Er komt die mevrouw, die is niet lekker. Ik weet wel wat ze heeft, maar daar gaat het nou helemaal niet om. Die mevrouw is gewoon niet lekker. Die is, nou ja, goed, in ieder geval, die wil geen bedden maken. Dan denk ik al, jij bent niet lekker, mens. Nee, normaal zegt de vrouw, ik ga lekker bedden maken. Maar zij wil geen bedden maken. Dan denk ik, nou, de mens is vast niet lekker, hè. Goed, nou, in ieder geval, en dan wordt er gebeld. En dan zegt ze ook dat nog. Dat vind ik een idiote opmerking, want ze weet niet wie het is. Nee, dat weet je nog niet. Goed, moet je goed horen. Dan gaat ze open doen. Dat zou ik ook niet doen. Als ik haar was, ging ik een uurtje leggen. Maar goed, ze gaat open doen. Ze gaat open doen en dan komt die vriendin. Dat is een maloot, hè. Die vriendin is een maloot. Die weet van niks, hè. Die hebben ze vergeten voor te lichten, geloof ik. Weet ik niet. Ja, die komt dan heel blij binnen. Wij weten alles. Zeggen ze, dag. Dag, ga je weer boodschappen doen? Oh, meid, ik weet het niet, hoor. Ik heb het niet meer. Wat heb je dan? Nou, je weet wel. Nee, dat weet ze nou net niet. Daar hadden we net op. En dan begint ze te begrijpen. Dan zegt ze, oeh, dat had ik vroeger ook altijd. En dan nam ik altijd, komt die vent uit de kast en geeft haar de laatste aspirine. Nou. Kijk, dat die vent in die kast zit, vind ik niet zo erg, maar dat die haar de laatste aspirine ziet, als er wat gebeurt, zit je zonder.
Dan krijg je een bestorming van de pastier, laten we eerlijk wezen. Daar zie je de hele radio, de televisiereclame, dat is allemaal onzin. Er zitten mensen bij, dat zijn debielen hoor. Dat zijn debielen, dat zijn mensen die kunnen de naam niet onthouden van de firma die ze zelf noemen. Dat is waar, dan wordt er nog vier keer voor de neus gezegd en dan zeggen ze bij wie ook weer. Kijk eens, dat is onzin. En dan worsten die met elkaar praten. Allemaal worsten kunnen helemaal niet praten. Worsten kunnen niet praten. Nee, worsten kunnen niet praten. Zonzin. Worsten kunnen sudderen, maar die kunnen niet praten. Zonzin. Dan heb je die vervelende oude rotworst erbij. Oude rotworst, vind ik niet. Met die enge, gladde stem. Heb je die wel eens gehoord? Als ik zo worst was, ik had zo'n stem, vrat ik mij op. Een vieze worst vind ik dan helemaal hoog. Een vieze worst en een heel hooghartig tegen die kleine worst. Vind je dat nou aardig? Hooghartig tegen die kleine worst. Omdat het een kleine worst is, of een onzin. Een kleine worst kan ook heel smakelijk zijn, laat ik eerlijk wezen. Heel onaardig tegen die kleine worst. Van zeg, ventje, weet je wie ik ben? Als ik die kleine worst was, zou ik zeggen, ja, een kwal met een loodje in je nek. Nou... Heb je die andere man, hoor je die nog wel eens? Die man van, ik ga lekker aan mijn schriftelijke cursus werken. S'avonds om 8 uur naar die ijskoude zolder. Lekker aan zijn schriftelijke cursus werken. Ik hoor hem nou niet meer, hij is zeker gezakt. Als ik ooit wat te zeggen kreeg, dan maakte ik van bijvoorbeeld van zijn overheid maak stembiljet. Dan heb je een direct al politieke. Dan gewoon zijn stembiljetje gehaald. Hokje goed gemaakt. Stembiljetje op de bus gedaan. Daar scheurt weer zo'n goedkope partij van een onbekend merk. En dan zou iedereen weten welke partij er nou binnen de knoppen was, hè? We moeten maar eens kijken hoe het allemaal gaat, hè? Je weet het nooit precies. Ik zeg altijd, de stad Schouwburg zeg ik altijd tegen de mensen, dat is het enige monument in Amsterdam waar je slapen kan zonder dat de politie ingrijpt. Dat is de stad Schouwburg, hier op ons Leidse plein. Wie daar mag werken, moet wel gelukkig zijn. In het oude voorhoek zit de mochtbaar ook de zit van mevrouw man tot meneer. Aardig, hè? En toch zingt het ballet beter dan de opera. Gek is dat, hè? U kent de melodie, hè? Dat is van 75 jaar terug, weet u dat? Dat is van Pietro Puccini, weet u dat? Oftewel Pietje Puk. Ja, daar was het van, hoor. Dat is nog een voorloper van onze huidige premier. Komt de stad Schouwburg hier op ons Leidseplein. Wie daar mag werken, moet wel gelukkig zijn. In het oude voorhoek zit. Waar de gravinnen voor de ramen staan. Bij ons, op een voorhout. Waar de vrouwen met haar hondjes gaan. Bij ons, op een voorhout. Waar de deftigheid zich staande houdt. Aan de lust vandaag ze trep met de hele parten. Bij ons op. Klinkt schattig, weet u dat? Ik hou van Den Haag, hè? De zetel van de regering, leunstoel van de ambtenaren.
Ik heb Den Haag natuurlijk zo gekend. Ik ben geboren en getogen. Ik heb, nou ja, geboren in Scheveningen, getogen in Den Haag. Later in Amsterdam afgetuigd. Maar Den Haag is veranderd. Den Haag, het oude Den Haag is Den Haag niet meer. Het is zo vol. Zo vol. De hele dag rijdt een kraanwagen Den Haag. Als een soort enorme verloskundige. Het is zo vol, Den Haag is zo vol. Het is zo vol, als er een vent op het spuidenhik krijgt, rolt er een andere kerel in het verversingskanaal. Zo vol. Zo vol. Zeggen de mensen, ja, maar nu hebben we kabouters in de raad. Dan wordt het allemaal beter. Nou, schrijf maar uit. Marijnen krijgt er een puntmuts van. En Sam Kalder, die heeft er 5 in de raad. Die wordt helemaal gek. Burgemeester van Amsterdam, Sam Kalder. Verschrikkelijk. Ik zag hem gisteren lopen, zo bleek net Sneeuwwitje die de kabouters van zijn lijf probeert te houden. Verschrikkelijk. Dat is een zwaar beroep, hoor. Laat ik u dat maar even vertellen. Het beroep van burgemeester van Amsterdam, dat is heel zwaar. Heel zwaar. Van Hal ook, die werd soms wel 6 keer per jaar van vakantie teruggeroepen. Nou, oké, wel naar, maar die kabouters hebben toch veel drukker, hoor. En dat zijn gekke jongens, die kabouters eigenlijk, hoor. Heb je laatst die naaktfoto's van ze gezien in Vrij Nederland? Ja, stond op de frontpagina, er stond een grote naaktfoto van de kabouters. Onthullend, laat ik het zo zeggen, hoor. Ik heb altijd gedacht dat Roel van Duin een meisje was. Maar die baard is echt. Onze familie. Onze familie. Als je er niet om gaan zitten lachen, zo spreken we dat uit. Onze familie komt uit Den Haag. Mijn broer, ook een intellectueel. Ja, kijk, lachen vind ik leuk, maar niet op de verkeerde moment. Mijn broer, ook een ontwikkeld iemand. Het wordt al minder. Mijn broer, en dat zal u niet meer horen als u hoort wat zijn beroep is. Mijn broer is lid van de Raad van State, weet u het? Op 1 na oudste beroep van de wereld. Ik heb een voorvader. Weet u dat ik een voorvader heb? Die heeft nog meegevochten in de Wassenaarse slag. Waar het precies tegen ging, weet geen mens meer. Ik geloof tegen de Duinwaterleiding. Wij zijn een stad met een historie. Welke stad kan dat zeggen? Amsterdam. Nou ja, Amsterdam, maar dat is zo'n historietje, dat is niks. Wij stammen van Floris de Vijfde of zoiets, dat weet ik veel. Een heel eind komen wij. Een stad vol standbeelden, neem me niet kwalijk, want niemand naar omkijkt. Niemand doet wat aan die standbeelden. Hier en daar een duif, maar niks. Ik kan wel zeggen, we stikken in de standbeelden, weet je. Wat wij aan de standbeelden hier allemaal hebben. Jan de Wit en Willem van Oranje. Wat hebben we verder nog? Moest even kijken. Johan van Oldenbarneveld. Wie hebben we? Juliana van Stolberg. Ja, dan wordt het stil. Zit de ene helft van de zaal denkt, wie was dat? De andere helft, waar staat ze? Ja, en diezelfde mensen, en dat is mooi, diezelfde mensen die hier met geen oog naar zo'n standbeeld kijken, die gaan in een bus naar Manneke Pies. Dat kan niet uitstaan. Met een 40. Ja, daar hou ik niet van, een hele Manneke Pies, dat hoeft voor mij niet. Manneke Pipi. Haren uit, zeg maar, Manneke Pipi. Doet me altijd denken, als ik van Manneke Pipi sta, moet ik altijd denken aan die Hollandse reclamezin, weet u. Dit is de man, en dat was zijn bier. Ja, daar gaan ze er naartoe en in de winter werkt hij niet, hoor. Oh, ik heb, als het vriest, laatste januari stond hij stil, we hadden antivries in hem op, dat ging niet gewoon. Vergeet. U merkt het natuurlijk wel, we spreken vanavond niet over politiek. Mensen zitten te denken, gaat hij iets over politiek? Dat doe ik nooit in Den Haag. In Den Haag spreek ik nooit over politiek, dat is heel onfijn. Weet u? Men spreekt in Den Haag niet over politiek. In het huis van de gehangenen. En dan moet ik u eerlijk zeggen, ik spreek toch niet graag over politiek. Want weet u wat ik bezwaar vind? Politiek voor televisie en radio. Ik spreek er niet graag over. Men kwetst elkaar zo gauw. Men kwetst elkaar. En dat vind ik niet prettig, begrijpt u wel? Ik doe dit vak 32 jaar en ik mag rustig zeggen, ik heb nog nooit iemand gekwetst. Rustig zeggen. Nou ja.
Nou, je kan van het ene kabinet kan niks zeggen. Niemand kent die mensen, weet je dat? Dit is een kabinet van anoniemie. Eerlijk, kabinet der onbekenden, je kent ze niet. Nee, dat is eerlijk waar. Vroeger had je bijvoorbeeld, minstens hadden wij altijd iets aan de minister van Financiën, heb ik altijd wat gehad. Vroeger had je man als Liefting, man als Hofstra of zo, dat we, hè? Man als Vondeling waren dankbare onderwerpen. Nou, zo'n man als Witteveen kent niemand. Nee, en mensen niet van gehoord. Ik had laat een vriend hier in Den Haag, ik heb nog een goede vriend, ik kwam hem laatst tegen. Ik zeg, hoe gaat het ermee? Hij zegt, goed. Ik zeg, ik kom je gauw weer bezoeken. Hij zegt, ja, dat is een beetje moeilijk, want ik ben verhuisd. Ik zeg, nou, dat geeft niet, geef maar het nieuwe adres op. En dan kom ik daar naartoe. Hij zegt, ja, dat is juist de moeilijkheid, ik weet het niet. Ik zeg, we hebben nog nooit meegemaakt, je bent verhuisd en je weet het adres niet. Hij zegt, nee, zo gek. Ik woonde heel plezierig, toen kwamen er een paar kerels, die hebben de meubelen weggehaald en ik weet niet waarin. We zeggen, nadig, hè. We hebben nog nooit meegemaakt. Ik zeg, hoe ging dat dan? Hij zegt, ja, nou, het is precies zo gegaan, zoals ik het niet wilde. Die kerels kwamen, meubelen weggehaald, nooit meer teruggezien, ik weet niet waar ze naartoe gebracht hebben. Ik zeg, joh, dat is geen verhuizen, je hebt belastingsschuld. Ik zeg, natuurlijk, Witteveen heeft de boer weggehaald. Hij zegt, Witteveen? Witteveen, hoe ziet die man eruit? Ik zeg, dat is een beetje een schriele man met een bril op. Hij zegt, ja, dat klopt, die droeg nachtkastje. Dat is geen politiek. Vanavond daarom geen politiek, want niemand kent ze, heb je niks aan. Den Haag, mooie stad, mooie stad. Den Haag, de stad van 18 departementen, 7 paleizen en de postbus van de NWSH. Nederlandse Vereniging Seksuele Hervorming Den Haag. Dat is het eigenlijk. De Bond zonder schaam, dat is het eigenlijk. Eigenaardige stad is Den Haag, een gekke stad eigenlijk. We hebben bijvoorbeeld geen pornografie, zul je in Den Haag niet vinden. De woorden hebben we wel, maar we hebben geen schuttingen genoeg. Dat is het. Ja, Den Haag is een eerlijke stad. Den Haag is het niemandsland tussen Ajax en Feyenoord. Dat zeg ik al. Met een prachtige vredespaleis, wat we hier toch nog ook altijd hebben. Hè? Vredespaleis, mooi, hè? Een soort koerhuis voor sukkelende vredesduiven. Ik ben er gisteravond nog langsgekomen, er brandde licht. In de rijwielstalling, maar ja, dat geeft nog niet. Vermoedelijk een pacifist die op de fiets was gekomen, dat denk ik aan. Vond een hoopvol teken. Ja, Den Haag is een mooie stad. We hebben hier allemaal van die gekke dingen, Hotel de Zande. Dat stapt eigenlijk nog uit de tijd dat de mensen die Maleis kenden, Frans spraken. Scheveningen is mooi, hè? De pier was vanmorgen op de pier. Ik spreek nog altijd van pier, ik zeg nooit wandelhoofd. Geen prettige associatie, hè? Nou ja, mensen, ik was op de pier en dan is het toch weer mooi. Het was koud vanmorgen. Ik denk, weet je wat, ik begin met een groot glas cognac. Zeg, ik kreeg zo'n glas, zo'n beetje cognac erin. Ik zeg, nou, het is zeker app. Maar het was er weer fijn, hè. Als je dat als land ziet liggen, hè. Vanaf de pier zie je Nederland daar liggen, krom getrokken door de welvaart. Maar mooi, hoor. Het is schitterend mooi, hè. Weet je wat je ziet? Je ziet natuurlijk dat het een vol land is, hè. Het is vol. Ja, het is een mooi. Holland, Volland. Dat is een nieuwe slagzin eigenlijk, hè. Maar het is een prachtig land, mensen, als je het zo ziet liggen. We hebben geen ruimte meer om elkaar lief te hebben. Laat staan voor de gevolgen daarvan. Weet u wel dat geleerden hebben uitgerekend dat het zo doorgaat? Dan is op het slot van deze eeuw heeft de wereldbevolking zich verdubbeld. Moet er niet aan denken, 2 klompees. Nou ja, wij komen door het hele land en als wij het land niet kunnen beoordelen, maar we hebben een prachtig land, mensen. Weet u wie het mooiste over ons land kan vertellen? Dokter Van Egeraat. Dokter Van Egeraat met de zachte G, weet je wel? Ik zag hem laatst zo, dan zat hij met de zachte G in de zachte berm vast. Hij is een geweldige verteller. Hij en Pierre Janssen zijn de beste vertellers die we op het ogenblik hebben, hoor. En ik zeg altijd, als je van Nederland niet kan vertellen, dan kan je niet vertellen. We hebben een prachtig land, hoor. Kom je wel eens in Friesland, om eens wat te noemen? Dan moet je eens heen, dat is allemaal van ons, daar kan je zo in. Oh, dat zijn enige mensen, ik hou van de Friezen. Je ontdooi je pas als vriest. Over de Groningers ook, er zit een gasbel in de grond. Midden in de nacht door je tingeling. Wie is daar? Gasbel. Mooi is dat, hoor.
Nou goed, geeft ook allemaal niet. Ik hou van Groningen, vind het leuk hoor. Het is helemaal geïndustrialiseerd. Ik heb laatst in Groningen heb ik een bezoek gebracht aan een strokartonfabriek. Zeer interessant. Strokartonfabriek. Werkt met de nieuwste middelen. Arbeiders gaan dan s'avonds slapen op stro, worden 's morgens op karton wakker. Ik heb een heel gesprek gehad met die directeur. Ik zeg, hoe werkt dat? Hij zegt, dat werkt niet, dat ligt maar. Ik heb in Groningen heb ik een bezoek gebracht aan het opleidingscentrum voor socialisten, de Rode School. Zeer interessant. Weet u wat ook prachtig is? Betuwe, de Betuwe, het land van Freud. Ik hou ook van Zeeland. Zeeland, het veerste gat, nou dicht is keurig. Kan niet anders zeggen hoor. Jarenlang heb ik tegen Waterstaat gezegd, gooi dat gat toch dicht. Het is geen gezicht, de Engelsen zitten maar in het open gat te kijken. Is geen gezicht. En nou is die keurige gezicht, je kan je kinderen ermee naartoe nemen, laat je dat vertellen. Wat je nooit moet doen, mensen, als je naar Drenthe gaat, denk je erom? Nee, ik weet niet of u ooit naar Drenthe wil gaan, u mag rustig naar Drenthe gaan, want het is ook een heel mooi land. Daar zal u mij niks van horen zeggen hoor. Maar Drenthe is een mooi land, maar je moet er nooit de jeugd mee naartoe nemen. Want de jeugd in Drenthe is vroeg rijp. Komt door die hunnebedden. Kan je s'avonds niet binnenhalen. En zodoende. Scheveningse strafgevangenis, ook mooi. Kom je altijd langs, hè? Dan zie je dat bord toch staan, weet u niet. Pas op, overstekende misdadigers. We hebben geen haven, dat is het enige wat... Dat werpt wel eens een schaduw over ons idee van Scheveningen. We hebben geen haven. Een zandbak. Speenhof heeft al zijn bekende lied destijds gezongen over de burgemeester van Den Haag. Dat was in zijn havenloos ventje. Wat zou het eigenlijk niet mooi zijn, lieve mensen, om tot slot met elkaar een lied te creëren over Den Haag. Een lied over onze grandioze stad. Een lied over het lange voorhoudsaga. Ons lange voorhoud, wat hebben die te mooie dingen. Ik heb als kind nog met het korte voorhoud op mijn achterste gehad. Weet u dat? Wat waren tijden, die komen nooit meer terug. Wat zou het niet mooi zijn als we ons eigen carnavalslied konden creëren. En daarmee de straat oplopen met onze eigen neus. Zonder de hele tijd te hoeven zaniken. Mien, waar is hij nou? Amsterdam zingt, Rotterdam zingt. En Den Haag zingt in het niet daarbij. Den Haag zingt niet, mogen wij zwijgen als moeder te veel is. Wat zouden we niet een prachtig lied kunnen zingen over ons eigen geliefde voorhouten. Bij ons op het voorhout, waar de gravinnen voor de ramen staan. Bij ons op het voorhout, waar de vrouwen met de hondjes gaan. Bij ons op het voorhout. En waar de deftigheid zich staande houdt. Aan de lust van de Haagse tram met de hele porten bij ons op. Ja, het klinkt geweldig hoor. Het is dat we geen tijd meer hebben, want er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Of zoals wij Latinisten zeggen, lago di como, fasco di gama. Ja, we kunnen misschien nog één keertje zingen hoor. Ik heb een glaasje op, ik laat ze zingen. Al hebben wij geen Amstel, toch zijn we superstout in onze eigen Boekhorststraat. Hun grachten die verbleken, bij ons bezuiden hout, waar asociale zaken staan. Den Haag is zo voornaam, zelfs achter het roodste raam zit toch nog weer een dubbele naam. Wij zingen niet zo erg van de lange vijverberg waar de hele ambtenarenstand smiddags zijn brood eet uit de staatscourant. Daar gaan we beschaafd maar ingehouden. Bij ons op het voorhout, waar hij de vrienden voor de wapen staan. Lekker klinkt het, hè? En bij ons, even kijken, op het voorhout, waar de vrienden met de hondjes gaan.
flinke mensen toch nooit over de toekomst van Nederland. We zijn een klein land met grote moeilijkheden, tenminste schijnbare moeilijkheden. We komen er altijd weer uit ook. Ik zal maar zeggen, zelfs op het moeilijkste gebied wat we hebben, het kerkelijk terrein. Hè. Ecumenische gedachten, waar komt het in Nederland op neer? Zoveel mogelijk water in elkanders wijn proberen te doen. De hervormde kerken zijn hun tijd zo ver vooruit, die hebben nu al modinettes voor de moderamen. Let nou eens voor de aardigheid op mijn woorden. Ik heb wel eens meer wat voorspeld. Binnen afzienbaarheid krijg je een grote conflict eigenlijk. Groot vraagstuk voor de katholieken. Mag een katholiek de pil gebruiken, ja of nee? Let op mijn woorden, ook dat eindigt met een compromis. Ja, dat mag hij. We hebben het grote moeilijke vraagstuk voor de gelovigen. Mogen zeer gelovigen op zondag in de tram? Antwoord is een compromis. Ja, ze mogen in de tram. Maar in de bijwagen, want die kan er niks aan doen. Inmiddels, lieve vrienden, is het nu bijna 10 voor 11 en de schrikker had. Ja, je hoeft niet te kijken, het is zo. Ik zeg toch geen onzin? Wat is dat nou? Ik sta de hele avond allemaal verantwoorde dingen te zeggen, die worden toch ook niet gecontroleerd? Als je dan één keer zegt, het is bijna 10 voor 11, zie je de helft van de helft allemaal zitten te kijken. Dat moet ik weten, ik schrijf er mee uit, ik hoef maar te werken tot 10:15, dat staat in mijn CAO, en langer hoef ik niet. Nou, vind ik het gezellig dat ik u weer heb gesproken. Leuk dat u weer eens even weet hoe u over de dingen denkt. Ik hoop dat u niet dadelijk weggaat, want ik ga nu de boel opruimen. Dan ruim ik altijd eerst al die borden op, waar ik de conferentie van heb staan aflezen, begrijp u wel. Als die borden in verkeerde handen komen, dan kan een ander het ook, dat is heel verdrietig. Ik had die borden eerst eventjes, had u ze zien liggen? Nee, beneden had u niet in de gaten. Had u boven had u ze liggen, is het zo? Nee, zeg eens eerlijk, boven op het balkon, heeft u gezien? Hè? Ja, zie je, ik dacht het wel. Hè. Dat zie je natuurlijk, ja, dat zie je. Dat... Je had ze zien liggen, hè? Ja, slimmerik, dat voel je. Ja. Boven zeg ik wel eens, ze betalen ze iets minder, maar ze zien veel meer. Hè. Wij zijn nog met dit programma op tournee tot 30 november door heel Nederland. En nu zou ik u iets willen vragen. Mocht u ergens in de courant lezen dat we in de buurt komen van vrienden, bekenden, familieleden, kennissen of zoiets van u. En mocht u het eventueel een leuke avond hebben gevonden, zou u dan misschien zo vriendelijk willen zijn om tegen die familieleden, kennissen, bekenden, relaties te zeggen dat is een hele leuke avond, zeer leerzaam gebeuren. En ga er eens heen, zou je dat willen doen. En mocht u er onverhoopt niks aan hebben gevonden, zeg het dan toch maar, laat zij er ook eens in trappen. Oh, wacht even jongens, sla een heel bord over. Ik heb een heel bord over geslagen. Ik heb een heel bord over geslagen, dat is ook wat. Heb je nog even, moet je weg. Nee, eerlijk zeggen hoor, we kennen elkaar nou zo goed. Je moet gewoon eerlijk zeggen, niet voor mij blijven hangen. Dat vind ik geen prettige gedachte hoor, zeg het maar eerlijk hoor. Heb je nog even dan? Ja, heb je morgen niks te doen dan? En mij die baan. Goed, even gauw kijken dat we niks overslaan, want dat is zonde van het geld, vind ik direct. Hè? Een compromis hebben we gedaan, ecumenische gedachten, zoveel mogelijk water in elkanders wijn proberen te doen, hebben we ook gezegd, weet u wel. Hervormde kerken, die hebben nu al modinettes voor de moderamen, dat hebben we ook gehad. Mag een katholiek de pil gebruiken? Ja, dat mag hij, daar heb je nog over gelachen. Mogen zeer gelovigen op zondag in de tram? Ja, zij mogen in de tram, maar in de bijwagen, die kan er niks aan doen. Dat hebben we allemaal gedaan. Jongens, ik heb een bord overgeslagen, dat hebben we ook gedaan. Het zijn leuke dingen, dat is komische humor, zeg ik altijd. Het zijn leuke dingen. Ik hou van humor, als humor geestig is, dan ken ik er dikwijls om lachen hoor. Ik vind geestige humor, mag ze mij altijd geven hoor. Geestige humor, komische geestige humor, dat mag ik graag horen hoor. Ik heb thuis nog 3, 4 zulke borden vol met allemaal grappen en grollen. Ik wil ze met genoegen gaan halen, maar ja, voordat je terug bent is de stemming gezakt. Hoorland op slot, daar heb je er niks meer aan, dan sta je de deur te hier. Ik heb hier nog een leuke, staat een klein meisje voor een groot warenhuis. Na enig nadenken zegt dat meisje, van Dreesman weet ik het niet zeker, maar als je vroom bent, kom je later in de HEMA. Hoef je nu niet te zeggen. Ook leuk, hè? Dat zijn leuk soort dingen, dat is komische humor, hè? Ik heb thuis nog 3, 4 zulke borden vol met grappen en grollen. Ik wil ze met genoegen gaan halen, maar ja, voordat je terug bent, hè? Stemming gezakt, benieuwd niet. Ik heb hier nog een leuke, zeg. Mijn broer is niet thuis, zei de makreel. Hij volgt een stoomcursus, weet je niet. Het zijn allemaal leuke dingen. Ik heb thuis nog 3, 4 zulke borden vol. Ik wil ze met genoegen gaan halen. Maar ja, voordat je terug bent, stemming gezakt, kleutel op slot, doe je niet meer. Ik heb hier nog een leuke, mooi hoor. Wij zijn het enige land zonder playboys. Wij kennen alleen toiletje vrouwen. Wat leuk hoor. Ik heb een leuk scheveningsliedje tot slot. Dat moet je toch hebben? Ik stond hier daarnet buiten en zeg, stond er in de pauze. Hebben u in de pauze buiten gestaan? Heb u nog naar de lichtkrant gekeken? Draaide op de lichtkrant. Zwolsman sluit de Noordzee.
Alles gaat dicht. Op de duur gaat hier alles dicht op Scheveningen. Verschrikkelijk. En Zwolsman is van plan. Het eind van augustus, dan geeft hij een geweldig groot afscheidsfeest. Een enorm vuurwerk. Slotapotheose. Abortus touriticus. En dan zie je in het vuurwerk Zwolsman die zelf de pier afdrijft. Dat is het slot van het geheel. En ik zou het toch zo jammer vinden. Ik als Hagenaar, als Scheveningen, ik hou zo van Den Haag, ik hou zo van Scheveningen, het hoort er allemaal zo bij. En het is altijd zo geweest. Toen ik een jongen was van 16 jaar, zag Scheveningen er ook al uit of er gisteren brand was geweest. Moet je langs het Palais de Danse gaan, dan vind ik zo mooi palais en dan nog dansen en dat dan zo uitzien. Zo verveloos en zo goedig, maar ja, het is overal zo. Den Haag is toch ook zo. Ik zwierf zo'n beetje door Den Haag. Mijn oude liefde, ik mag haar graag. Een grande dame op haar tour gaat langzaam naar de moer. Het spui volledig in de rui en Zwolsman in een kwaaie bui. Roept steeds, ik gooi de boel op slot, de dood in de pot. Dag Scheveningen, dag. Dag Scheveningen, dag. Vanavond brandt hier nog het licht, maar morgen vroeg is alles dicht. En het enige dat blijft openstaan, is de poffertjeskraam. Waar bleef het badkoetsje voor twee? De oude pier met variété. Waar ging toch Pia Beck naartoe? Geruild voor ome Lou. Het residentieorkest is nou verhuisd naar het congresgebouw. Van Otterlo in zwarte rok dirigeert er halve stok. Dag Scheveningen, dag. Dag Scheveningen, dag. Geen strand was eenmaal zo charmant als juist ons Scheveningse strand. Nou is de folder in je hand, de fabeltjeskrant. En Zwolsman op de blanke top schrijft nu al zijn memoires op. Een boek bestemd voor het stadsbestuur, marijnen op zwavelzuur. Piratenschip Veronica, staatssecretaris Kruisinga, die liggen nog als laatste twee in de Scheveningse Zee. En dag Scheveningen, was geen zee zo distingué als onze Scheveningse Zee. Nou is het één enorme play, dag Scheveningse Zee. Je loopt achter, weet je dat? Je had al lang moeten slaan, weet je dat? Het is op het ogenblik precies 11:55. En toch is dat een mooie, klassieke tijd. Want om 11:55 sluit in de hele wereld alle theaters. Nou gaan overal op de wereld alle voordoeken weer dicht. In Londen en Maastricht, daar doven ze het licht. Nou valt overal op de wereld van de schimmen en de schijn. Het grote voorgordijn, van Broadway tot Berlijn. De mensen staan te dringen om hun kleren en informeren. Zijn die Corrie en die kan nog bij elkaar? Ja, want nergens op de wereld wat geen sterveling denken zou, vindt men oprechter trouw dan tussen man en vrouw met er tweeën in één one-man show.